Op dag 2 heeft de regen plaatsgemaakt voor optimale omstandigheden en dus kan de selectie van Philip Cocu zich opmaken voor 2 intensieve sessies. 'S Ochtends opnieuw met 26 mensen op het veld die 2 uur lang vol gas geven. Dat moet ook wel als je ambities hebt en aanvaller Jurgen Localia verwoordt dat als volgt. Ik hoop dit jaar gewoon fit te blijven en als ik fit zou blijven dat ik een mooi seizoen kan maken, hopelijk met veel goals, met veel assists en hopelijk de titel weer en de beker. En Europa League natuurlijk. Beide trainingen waren bovendien sessies waarbij zowel de veldspelers als de keepers zich mochten uitleven. En dat zorgt dan weer voor mooie doelpunten en knappe reddingen. De dag werd uiteindelijk afgesloten met de aankomst van Dirk Lucassen bij het spelershotel. Hij voegt zich definitief bij de selectie en zal morgen ongetwijfeld zijn eerste trainingsminuten maken. Morgenavond om 7 uur speelt PSV ook een oefenwedstrijd. Net als vorig jaar is FC Sion dan de tegenstander.